Terwijl collega Dennis op bezoek is geweest in Padua bij de oudere mensen onder ons om te kijken wat daar het oranje gevoel teweeg brengt en of dat het daar wel een beetje leeft, zijn wij natuurlijk op de ideale plek, namelijk Festival Mundial, waar het hele weekend het thema Mexico is en waar ook Mexicanen volop te vinden zijn. Kortom, laat die achtste finale Nederland-Mexico maar beginnen. De Mexicanen gaan aftrappen in de kolkende hitte van Fortaleza. Het is 1 uur plaatselijke tijd, 6 uur Nederlandse tijd. Fortaleza met nog een minuutje of 10 te spelen in de eerste helft. Iets harder, want er hoort niemand. Proost, op 1-0. Op de 1-0, het staat een 0-0 hè, bij rust. Ja, nee, maar het wordt 1-0. Het wordt 1-0. Zeker weten? Zeker weten. Ik heb zelf niet gezien. Ik vind het nog redelijk mat. Een beetje saai. Het publiek leeft niet mee. Maar ik heb wel goede hoop. Nog één keer proost om af te sluiten. Proost. Nee, iets harder. Jen! Proost allemaal. Iets enthousiaster alsjeblieft. Proost allemaal. Super, dankjewel. En dan Sneijder. Ja! 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 Was a great game, isn't it? The penalty, no, that happens. It's just football. But it's just a game. Zo in Nederland in de slotfase van Mexico 2-1 en zaterdag om 22:00 de kwartfinale.